De zesdaagse Vlaanderen Gent van 24 tot 29 november in het Kuipke. Volg alles live via de Gentse Club FM frequentie 104.9 FM. Samen met de stad Gent. Live terug van op het Gentse Kuipke, het Gentse zesdaagse. Met Gerry Jekker naast mij. Gerry, u heeft hier de mensen een beetje geënterteind. Ja. Viel dat zo'n beetje mee, in het Kuipke zingen? Het is altijd wel moeilijk, hè. Het is moeilijk in zo'n Kuipke, tenslotte het zijn. Het is een mannensport, dat is weer duidelijk, vind ik vandaag toch. Er zijn heel veel mannen aanwezig. En je staat ver van het publiek af. Plus je moet het op een heel korte tijd zien waar te maken. Of de mensen zien aandacht te zien krijgen. En je moet dan ook weten dat het meestal sportliefhebbers zijn die hier zijn. Dus je gaat niet direct iemand verwachten die we komt zingen. Maar al bij al vind ik dat het een heel goede sfeer was. Ja, het is ook technisch moeilijk om hier te zingen. Altijd een beetje return. Ja, maar daarvoor bestaat het tegenwoordig wel tegen van een systeem en zo. En dat heb ik ook speciaal meegebracht vandaag om daar geen last van te hebben. Ja, hoe is het met de carrière? Goed. Goed, in deze zin gaat nu een van deze dagen komt er een limited edition uit van een DVD. DVD in één box te samen met een CD. De kracht van de liefde noemt die. Dat is de album die we vorig jaar hebben uitgebracht, maar nu helemaal gefilmd ook. Dus die gaat een van deze dagen uitkomen en heel speciaal naar de eindejaarsfeesten toe is dat een heel mooi cadeau. En een box die je absoluut onder je kerstboom moet liggen hebben. Live op het podium met u heel sterk natuurlijk. Ben je een van die weinige zangers die nog zoveel werk heeft? Ik mag het hopen. Als ik zo de kalenders en agenda's bekijk, dan denk ik dat het inderdaad zo is. En ik ga houd vasthouden dat het ook zo zal blijven. Ik heb er altijd aan gehouden, al 15 jaar, dat ik overal altijd live zing. En ik denk dat dat hetgeen is dat me nu, dat de return is die ik nu krijg, dat ik daardoor wel nog goed mee werk heb. Met zo'n stem moet je natuurlijk uiteraard ook internationaal gaan kijken. Ben je daarmee bezig met zoiets? Wel, dat is een van de projecten waar we mee in ons hoofd zitten en dat zal inderdaad tot over de grenzen kunnen gaan. Wat wil je dan bereiken? Tot in de States, zeg maar iets. Dat is altijd, dat is utopie denk ik. Ik denk dat dat kan, of er zijn wel een uitzonderingen geweest die daarin gelukt zijn. Maar ik ben een heel gelukkig mens als ik mijn werk kan houden hier in Vlaanderen. Als ik hier mijn optredens kan verder doen, want ik ben een podiumgast. En ik leef als ik op het podium kan staan, dan dat is voor mij mijn leven. En wat dat erbij komt in het buitenland, dat zien we wel. Maar daar ga ik niet echt achter zitten hazen. Ik wil het vooral hier in Vlaanderen maken.